tussen de twee uitzendingen van Hart van Nederland door eten wij altijd even. En wij hebben een kantine bij ons. En daar kan je eten voor, ik geloof, €5 ongeveer. Even die deur openmaken. Maar dat is me natuurlijk te duur deze week. Dus ik heb mijn eigen maaltje meegenomen. En dat ga ik nu gezellig met de ploeg opeten. Terwijl zij aan een luxe maaltijd zitten. Ik denk dat de maaltijd die ik gemaakt heb €1,95 heeft gekost. Nou, heb ik toch weer €3 uitgespaard. Ik vind de voedselbank een ongelooflijk belangrijke instantie eigenlijk in Nederland geworden. Want helaas leven er gewoon veel te veel mensen onder de armoedegrens. En die kunnen gewoon heel goed dit gebruiken. Dag jongens, eet smakelijk! Mag ik er even bij? Ruim jij je bordjes even op. Als je klaar bent met eten. €45 om daar de rest van de boodschappen voor te doen is echt weinig. Ik ben de hele dag, merk ik, bezig met... Oké, hoe ga ik dat doen? Waar kan ik goedkoop eten halen? Oké, jongens. Oh jee, wordt er ook gezegd. Witte bonen in tomatensaus. Met een beetje paprika en kaas. En dat is het. Ik maak dus dan heel veel en dat kan ik dan over de hele week spreiden. Dan kan ik het heel vaak eten. Het is een beetje om de dag. En daardoor haal ik dus de gemiddelde prijs omlaag. Snap je? Tortilla wraps, want die zaten in het pakket. Even kijken. Ik denk dat het vooral, als ik het zo zie nu, dat het eten nog niet zo'n... groot probleem is, maar dat het, zeg maar het huishoudgeld, dat is wel een dingetje wat heel hard gaat, alle overige dingen. Als je een keertje wasmiddel nodig hebt, of benzine, benzine is al niet. Nee, dan ben je al klaar. Moeten we nog even wat groenten bijhalen? Nou, dat is niet zo duur, muis of wat dan ook. En misschien even een sausje erbij. Maar over het algemeen niet echt hele goedkope dingen. We zaten erin. Veel meer. Van de C1000, van echt verschillende supermarkten. Maar ook, ja, best wel, ook wel merken. Er waren ook gewoon biertjes bij van een merk en zo. Die ja, wel op heeft, maar. Ja, zonder alcohol. Voor het eerst dat ik een biertje zonder alcohol drink. En dat was echt heel lekker, vond ik dat. En af en toe, als je dan echt heel veel trek hebt. En dan is zo'n bami-soepje van 40 cent. Is natuurlijk altijd ook wel handig. Het vult wel. En dat moet je niet elke dag eten, want het is niet gezond natuurlijk. Maar dat kun je er nog wel bij gebruiken. En we redden ons daar wel mee. Maar bijvoorbeeld een keer uit eten. Wij gaan best wel vaak uit eten of even iets halen of dit. En al die dingen kan je eigenlijk niet doen. En als je dat echt helemaal precies zo moet doen. Dan denk ik dat ik het wel pittig vind om het lang vol te houden. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat wel moeilijk is.